plukt bal. Hele moeilijke schot om te spelen. Hoe speel je dit? Ja, het is heel moeilijk om controle te krijgen met een bal zoals deze. Veel mensen hebben er moeite mee. Ik pas eigenlijk een paar dingetjes aan. Het eerste is, ik ga heel laag zitten met mijn handen. Waardoor ik mijn hiel, dus het scherpste puntje van de club, eigenlijk ga gebruiken om door het zand heen te snijden. Je ziet al dat hij dan heel makkelijk heel diep komt. Dus door mijn handen laag zijn. En het tweede wat ik wil echt naar beneden slaan. Ik wil echt onder de bal proberen te komen. Dus mijn handen laag. En heel hard onder de bal. Veel energie en doorslaan. En als het goed is moet hij er zacht uitpoppen. En nog steeds enigszins controle krijgen. Dat is een goede bal. En dan krijg je nog steeds een mooie, relatief hoge balvlucht vooruit deze ligging. Wanneer ik was jonger, wij hebben geleerd blad dicht en dan inhaken. Ja. Maar wat voor nadeel geeft dat? Nou, het nadeel is dat dan de bal heel veel topspin krijgt. Hij komt er vaak wel uit, maar hij krijgt heel veel spin, topspin op de green en nul controle. En ik snap het idee daarachter wel, want in plaats van dat jullie dit scherpe puntje gebruiken, proberen jullie juist de teen te gebruiken als scherp puntje, waardoor je er nog steeds onder kan komen. Alleen vaak komt de bal er links uit met topspin, dus je krijgt veel minder controle. En daarom heb ik liever deze manier, zodat ik wat meer backspin en wat meer hoogte op de bal krijg, dus ook meer controle. Zo, jij hebt meer kansen van up en down. Nou, je ziet duidelijk verschil, hè? Laat maar eens even zien hoe ze dat in het stenen tijdperk deden. Ja, vrij simpel, wat ik zei. Blad dicht en dan lekker inhak. Niet slecht. Probeer het nou eens op de moderne manier. Hier een hoop? Nee, handen laag en met de hiel het zand in. Juist. Nou, je ziet duidelijk verschil, hè? Juist. Okay. Klein een beetje fout, maar hij kwam er wel mooi hoog uit met controle. Nou, en het is nog steeds dichterbij. En wat is de makkelijkste manier om dit te oefenen? De ligging creëren in een oefenbunker en proberen je handen en echt door te slaan. Dus niet stoppen zodra je er bent, maar echt doorslaan, zodat je echt heel diep erin kan. Veel energie betekent grote kans dat de bal eruit komt. Oké, heel goed.